Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag heb ik een maskervideo en update video, want die hadden jullie nog te goed van mij. Dus we gaan er gewoon aan beginnen. Ik ga eerst een masker opdoen. Dat is altijd het belangrijkste. Ik gebruik de Garnier Skin Active Moisture Bomb Sheet Mask. Super hydratating en anti-vermoeidheid. Dus we gaan hem even opdoen. Hey. Oké, dit wordt heel koud weer. Yes. Altijd pas en meetwerk dit. Hier een beetje van mijn lip af. Graag, want anders voelt dat niet heel fijn. Oké. Zo, die maskers van Garnier, die zitten wel altijd qua gezichtsvorm heel goed. Bij mij dan toch. Misschien bij andere mensen niet, maar... Zo. Zo, we kunnen er 10 tot 15 minuten tegenaan. En intussen gaan we gewoon gezellig kletsen. Zoals we altijd doen bij een maskervideo. Goed. Hoe gaat het? Het gaat redelijk. ik ga meteen eerlijk met jullie zijn. De dag dat ik deze video film is dezelfde dag als dat ik de goodiebox gemaakt heb. Het enige verschil is, jullie zien dit een week later. En voor mij is het best wel wat uren later. Want de goodiebox heb ik letterlijk gefilmd om, hoe laat was het? 5:30, 6:00 ochtends, zoiets. Ik denk 6:00 was het ongeveer. En intussen is het 10:00 voorbij, 10:10. En we zitten er nog steeds. Mijn dag zag er als volgt uit. Ik ben nadat ik de box heb geunboxed, ben ik beginnen koken. Om 7:00 ochtends was ik spaghetti aan het koken. En saus aan het maken. Die was om iets over 8 klaar. Toen heb ik de afwas gedaan. En toen zat ik in de struggle of ik vandaag nog iets zou doen op mijn vrijdag. Uiteindelijk ben ik naar Antwerpen geweest. Heb ik even... beetje geshopt, basic dingetjes, eigenlijk dingen die nodig waren voor een huis ook. Bijvoorbeeld inkt en van die toestanden. Best wel prijzige dingen, maar ja, dingen die gewoon nodig waren. Wat basic dingen, zoals wat topjes van de Primark, een aantal ondergoed. Wat had ik nog van die patches voor in je schoenen te leggen, voor zachter te lopen. Panties, ja, echt gewoon de meest basic dingen allemaal. Maar het liep toch best wel op in prijs. Ik heb ook dit toetsenbordje gekocht. Dat wil ik ook wel even laten zien. Een draadloos toetsenbord. Voor op de tablet mee te werken. Kan ook op de telefoon, maar dat vind ik iets onhandiger. En deze ga ik delen met mijn moeder. Als mijn stem soms nog wegvalt, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Ik heb ook nog niet zo heel lang geleden gegeten, dus misschien klink ik nog een beetje maar ik heb pas rond iets over 9 heb ik avond gegeten, een beetje soep. Niet dat ik zo laat thuis was, maar toen ik thuis kwam heb ik eerst even gebeld met Sid, spulletje laten zien. Ik heb de planten buiten gedaan, die heel erg droog stonden, want het was weer een warme dag vandaag. 27 graden is het ongeveer geworden. En ja, toen mezelf gedoucht, gegeten en ja, nu zijn we hier. Ja, de reden waarom ik dit nu allemaal kan doen, mijn moeder is vandaag op vakantie vertrokken. Dat is ook de reden dat ik zo vroeg wakker was. Want op een vrijdag zou ik normaal niet zo snel zo vroeg wakker zijn. Ten vroegste 1:00 of 6:00. Dat is een uurtje later. Maar oké. Nee, die is vertrokken op vakantie. Dus ik heb haar om 4:15 uitgezwaaid. En toen ben ik wakker gebleven en gewoon aan de slag gegaan. Geen spijt van gehad, want ik heb wel een heel fijne dag op zich. En ja, mijn moeder is dus op vakantie en ja, ik vind het leuk voor haar, maar ik heb het altijd gewoon ontzettend moeilijk die periode. Ik heb ook al de eerste huilbui gehad daar straks, omdat ik een gesprek had gehad met een vlieg. En toen bedacht ik aan mezelf, hoe zielig is dit? Je bent gewoon gek aan het worden, je bent met een fucking vlieg aan het praten. En toen heb ik echt even 3 minuten gehuild. Omdat ik besefte van fuck, what the fuck is dit? Alleen zijn drijftjes gewoon tot waanzin of zo. Mij dan toch.
Misschien dat andere mensen daar heel goed mee om kunnen, maar ik begin steeds meer te merken dat als ik echt alleen ben, als in hele dagen alleen, en dit is nog maar dag 1, ik ben nog niet eens echt alleen geweest, behalve nu vanavond, dat dat toch wel aankomt bij mij. Ik dat daar toch best wel lastig mee heb. En zeker sinds ik mijn psychologische traject heb meegemaakt, merk ik dat het nog erger is geworden ofzo. Normaal had ik dit de laatste dagen, weet je, dat het een beetje begint lang te duren. Je wil een beetje praten met mensen, je wil dingen doen. En nu heb ik dat gewoon vanaf het begin al. En dat is lastig. Maar ja, we moeten er doorheen en het is nu eenmaal zo. In ieder geval, ja, het is dag 1 en ik moet nog een week door. Maar dat komt wel goed. Morgen moet ik alweer werken, vrijdag ben ik aan het werk, zaterdag ben ik aan het werk. Zondag wordt een beetje lastiger, dan ga ik denk ik iets proberen doen, al is het even bij mijn oma of zo. En dan is het alweer maandag, dinsdag en woensdag komt het al terug. Dus het gaat heel snel. Oké, goed. We gaan onderwerp ziek zijn. 2 weken geleden zag je een video dat ik geen stem had. Ik had ook geen stem. Ik heb een week lang zonder stem gelopen. Het is allemaal begonnen met heel veel keelpijn, slijmen, hoesten, stem kwijt, hoesten. En nu zitten we in dit. Nog steeds nasleep als ik te veel praat op werk of zo, dan op het einde van mijn werkdag hoor ik echt aan mijn stem dat het nog steeds een beetje aan het weggaan is. Het was geen corona deze keer. Ik heb 2 keer een test gedaan, die was negatief. Omdat er bij ons op werk toch wel wat gevallen weer waren van corona ook. Dus ik wou niet het risico nemen om misschien toch weer besmet te zijn, maar dat was het niet. Of het is weer een variant die die testen niet kunnen eruit halen, zeg maar. Want dat zei mijn moeder ook, misschien komt het daardoor. Ja, ik weet niet, ik heb gewoon weer enorm ziek geweest. Ik ben niet thuis gebleven, omdat ik daar dan een keer op het matje voor geroepen ben, soort van. En ik dacht, weet je, fuck it, ik ga nu gewoon ziek werken. En als het echt niet meer gaat, dan kom ik gewoon naar huis. Maar ik heb gelukkig, ik moet er wel bij zeggen, ik liep echt gedrogeerd van de medicatie. Dafalgan, Ibuprofen of zoiets. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Maar dat is iets speciaal voor slijmen en hoest en toestanden, neusloop. Hoestpillen van kruidvat daarop, een fles, hoestsiroop, neusspray, homeovox voor mijn stem en dan nog gewoon die pilletjes die ik dus altijd neem, wat je in de video hebt gezien. Dus op een gegeven moment, ja, ik weet niet hoe ik de dagen ben doorgekomen. Heel veel geslapen, ook toen ik gewoon thuis was, echt mijn bed ingekropt en niet meer uit geweest. En ja, die stem, ja, die heeft een flinke krak gekregen weer. En dat hoor je nog steeds een beetje. En vooral vanochtend, dan toen ik die video aan het maken was van Goodiebox, hoorde je het wel in mijn stem. Dat het vroeg was ook. En dat het nog moest opwarmen. Nu heb ik alweer een beetje gepraat vandaag. Het valt wel mee. Maar ja. Laat ons hopen dat ik er doorheen ben nu. Ik ben echt klaar met ziek. Het ging zo goed. En dan nu ineens weer tjak. Maar heel veel mensen worden ziek en dat komt gewoon door dat vieze kut weer buiten. De ene dag, op het ene moment is het 27, 36 graden. Ineens is het de dag nadien weer 20 en regent het. Dan de dag daarna is het weer 25 graden. Dan vertrek je 's ochtends vroeg met 14 graden, kom je buiten, sinds 25. Like, ja. Yeah. Plus dat ik op mijn werk ook nog eens in de airco en in de warmte. Want boven is het warm, beneden is het warm en in de winkel zelf is het lekker fris. Dan gaan we ook nog eens in de vriezer, waar het nog kouder is. Min 27. Ja. Dit vraagt gewoon om ziek te worden. Sorry. Maar ja, het is voorbij. Ja. Dit masker voelt trouwens wel heel fijn. Ook omdat het is hier bijna 25 graden binnen. Omdat het buiten ook dus weer een warme dag was vandaag. En dit voelt wel even lekker verfrissend. Goed, dus daar de update van het ziek zijn. Heb ik verder nog een leuk nieuwtje. Het is bijna juli en dat betekent... Nee, als jullie het kijken, is het al juli? Is het al juli?
En dat betekent dat ik nog een kleine maand moet werken en het is vakantie. Oh, midden augustus ga ik eindelijk in zomervakantie. Eindelijk 3 weken. Ik wil zeggen 3 weken rust. Maar dat is niet waar. Over vakantie ga ik wel nog een apart masker en update video maken. Die gaan jullie te zien krijgen de week voor ik op vakantie ga. Of als ik al op vakantie ben, het zal even te zien zijn hoe het in de planning valt. Maar die komt er sowieso aan. En ja, het wordt in ieder geval al 3 drukke weken. Ja, heel veel rood, wit, blauw ook. Dat is een kleine tip al. Verder. Ik weet niet of ik nog iets leuks te vertellen heb. Ik ben zo doelloos gewoon weer aan deze video begonnen. Ik dacht, ik heb nu tijd en zin om die video te maken. En nu zit ik hier en ik heb het belangrijkste verteld. En nu moet ik nog een paar minuutjes vullen eigenlijk om goed te zijn. Want we zijn nu 10 minuten dit masker op. En nog een paar minuten moet het erop om goed te zijn. 15 minuten stond op het zakje. Dus ja. Besef me trouwens, ik heb geen magazine gekregen. Heel, ja, what the fuck, waarom zeg ik dit in de video? Nee, ineens bedenk ik me, normaal krijgen we op woensdag een magazine in de bus. En die zat er vandaag niet in. Ik ga meteen nog even beneden gaan kijken. Misschien hebben ze het erin gedouwd, maar het zal me verbazen. En dat komt meestal wel op woensdag. Goed, ik ga het zien. Het is maar een proefabonnement. Wat ik voor 4 weken gratis gekregen heb bij mijn mobiele telefoonabonnement. Omdat ik een loyale klant ben. Dat is wel fijn aan Orange. Die geven heel veel cadeautjes. Als je lang klant bent. Je goede klant. Ik ben een goede klant. Als zij even goede service zouden geven, zou het heel fijn zijn. Maar laatst heeft 1,5 dag ongeveer. Heeft alle 4G eruit gelegen tegelijkertijd. Was er hier een stroomstoring. Intussen, toen de stroom 's ochtends weer werkte, lag de wifi eruit van Proximus. Dus het was echt een hel dag. Alles was kapot. Niet alleen de wifi trouwens, want de avond ervoor konden we nog via mijn moeders telefoon checken wat er aan de hand was. De dag nadien had zij geen verbinding en zat ik ook zonder verbinding. Plus de wifi die eruit lag, dat was echt dikke shit. Maar ja, dat is allemaal weer opgelost. Thank God. Op die momenten besef je hoe belangrijk een internetverbinding geworden is in ons leven. En elektriciteit ook. Ik wou naar de wc. Ik drukte 2 keer op die knop uit gewoonte van binnen en buiten gaan voor het licht aan te doen. Terwijl ik een zaklamp in mijn hand had. Heel dom. Telefoon opladen. Het was net ook toen dat dus die 36 graden waren. Mijn ventilator werkte niet. Ik had hem de eerste avond aan. Ik dacht eerst dat mijn schuld was dat de elektriciteit eruit lag, overigens. Maar dat was gelukkig niet zo. Ja, nee. Elektriciteit en internet zijn 2 dingen die echt wel bijna onmisbaar zijn geworden in het mensenleven. En dat is op zich best wel triest ook. Want het is er, vooral internet is er nog niet heel lang. En dat dat toch zo'n belangrijke rol speelt. En mensen noemen me meteen verslaafd. Die commentaar kreeg ik een beetje, maar bij mij was het meer als in ik wil weten wat er aan de hand is. Ligt het aan iets van mij? Moet ik mijn telefoon een keer aan en uitzetten en is het voorbij? Of is het een globaal probleem? En dan heb je gelukkig de website alle storingen die alles heel mooi bij had. En toen zag je duidelijk wel een streep omhoog dat er heel veel klachten waren. Dus dan kan je afschrappen dat het niet aan jou ligt. Hetzelfde met de de elektriciteit. Je gaat automatisch op straat kijken, maar is het alleen jouw straat? Is het de straat erachter? Is het het hele dorp? Is het het hele land? I don't know. Daarom is het wel handig dat je dat allemaal kan checken. Dus ik ben niet verslaafd. Mijn telefoon ligt nu ook daar, ergens. Ik heb hem niet nodig. Het enige wat ik wel mis is dat ik, omdat mijn beste vriendin dan Nederland is, dat het niet zo evident is om makkelijk contact te maken zonder internet. Het is niet dat ik even gewoon nu de trein opstap en ik ben daar. Dat kan niet. En een brief schrijven duurt ook heel lang. En een e-mail, ja, als er geen elektriciteit of internet is, kan dat ook niet. Dus vandaar vind ik dat best wel belangrijk. Maar goed, ik ga het masker eraf halen. Woep. Gloedje nieuw.
Dit laat ik erop zitten. Lekker insmeren. Ik had nog niks van crèmes of zo op mijn gezicht. Dus komt goed van pas. Lekker intrekken. Treatment. Beetje uitsmeren naar mijn nek ook. Oh, dit voelt zo lekker fris. En eigenlijk zou ik dat veel vaker moeten doen als het warm is. Een lekker cheat mask op. Gewoon. Zo. Ik kan lekker intrekken. Ik ga zo meteen, ja, nog niet meteen, maar binnen de loop van een paar uur ga ik lekker slapen. Ik hoop dat jullie dat ook doen als je de video 's avonds kijkt. En dan kijk je hem in de ochtend. Goedemorgen. maar goed, dit was mijn video. Ik zie jullie snel terug voor de volgende. Bye.